wapens van Fox Lauren. We zijn heel erg blij met deze opkomst. Geweldig. Dat is echt boven verwachting. Fox Lauren, nieuw kooi in Geenemuiden. Hoe zijn jullie dus opgekomen? Waar komt het vandaan? Het komt vandaan bij het feit dat we bij de Lastem zaten en er geen jongere mensen meer zich aanmelden. En op die manier zijn we erop gekomen om te bedenken van hoe gaan we dat nou eens aanpakken. Ja, en wij dachten eigenlijk alleen maar dat we dat konden op deze manier, omdat ze gewoon helemaal geen jonge mensen aanmelden. En Fox Lauren, waar komt dat vandaan inderdaad? Zijn het Latijn, zeg ik eens goed, hè, Rianne? Ja. Voor wat hij zei, dat betekent het een lofstem. Dus het is toevallig, maar we vonden het een mooie naam. Dus vandaar Fox Lauren. Ja. Voor wie is het koor? Het is voor iedereen van 18 tot 60. Die mannen en vrouwen, we hebben nu nog niet zoveel mannen, maar die zijn ook van harte welkom. Daar zag ik net al een leuke opkomst. 45 vrouwen en 1 man al. Ja. Blij mee? Ja, heel blij. Er kwam net nog een man binnen, dus en er zijn nog wat mensen die waarschijnlijk ook komen, wat mannen, dus we zijn er echt heel blij mee. Ja. Wie staat er voor het koor? Dat is Cor, Cor Ploeg, de dirigent ook van de Lofstem. Die hebben we ook bereid gevonden om mee te gaan werken aan Fox Lauren dus. En we hopen op een mooie toekomst samen dat het mag worden. Wat kunnen we dit eind van het jaar dan wat concerten verwachten? Misschien medewerking aan iets, maar dat zal heel moeilijk worden met 1 keer in 14 dagen om te repeteren. En wanneer is de repetitieavond? Op woensdagavond, 8:30, tot 9:15. Succes met het koor. Ja, dank je wel.